Lonely feelings. Lonely feelings. Lonely feelings. Gaat een beetje. Kijk, misschien had ik meer moeten doen. Misschien had ik hem kunnen helpen er meer voor hem moeten zijn. Hij was mijn beste vriend. Ik heb alles verkloot. Nee, doe normaal. Je weet zelf goed genoeg dat dat allemaal niet uw schuld is. En trouwens, je werd er altijd voor hem. Ik weet het allemaal niet meer. Kom aan, Kato, we kunnen hier niet voor altijd blijven. We zijn al een van de laatste, er is letterlijk bijna niemand meer hier. Jij weet niet hoe het is om een vriendje te verliezen. Maar... En zelfs ook niet eens de reden te weten waarom hij het deed. Als ik hier uit deze kerk wandel, dan is dat de laatste keer dat ik bij hem kan blijven. Hij zal altijd in al onze harten blijven. Dit is een droom. Hallo? Ik ben toch hier! Ik leef toch nog! Wat de fuck heb ik gedaan? Kom aan, jij kunt het toch zien? Kom aan! Welkom, Alex. Wie zei dat? En waar ben ik? Is dit de hemel of zo? Of ben ik gewoon gek aan het worden? Geen van beide, Alex. Eigenlijk in feite ben je nergens. Bedoel je dan dat dit gewoon allemaal in mijn hoofd gebeurt, of...? Soms zijn er vragen die we niet kunnen beantwoorden. Dat feit moet je gewoon accepteren. Oké, maar wie bent je en waarom ben ik hier? Ik ben niets minder dan een stem. Waar jij vandaan komt, kennen jullie me met een andere naam. Je bent hier om iets belangrijks te leren inzien. Wat moet ik dan zien? Zien? Dat de enigste fout die jij gemaakt hebt, is dat jij je eigen leven genomen hebt. Maar ik had meerdere redenen.
Ik ken er wel honderden noemen. Ik weet alles over jou en ook wat er omgaat in je gedachten. Jij hebt ervoor gekozen om je alleen maar op de slechte dingen te focussen. Maar weet je dat al die keren dat vrienden jou wilden helpen, of al die mensen die jou tot nieuwe inzichten wilden brengen, dat ik die op jouw pad heb gezet? Maar jij hebt altijd alles en iedereen genegeerd. De wereld heeft slechte mensen en momenten, maar er is altijd licht in de duistere tunnel. Kijk, mijn hele leven was een ramp, dus laat mij nu gewoon met rust met alles, oké? Noem je dit een ramp? Noem jij dat een ramp? Kijk, oké, misschien was het leven soms niet zo slecht en... Je hebt gelijk dat ik echt letterlijk alle hulp heb genegeerd. Vele mensen zijn bezig met dingen die ze eigenlijk niet willen doen. Maar toch doen, omdat ze geen andere weg zien, of lui zijn, of verslaafd, of zich slecht voelen. Maar als men zijn hart volgt, en de liefde, en zijn dromen, kan iedereen een voldaan leven leiden. Wat boeit het nog allemaal? Mijn leven is gedaan. Ik ben dood. Knipper eens met je ogen. Oké dan. Welkom in de realiteit. Waar is dit allemaal? En wat bedoel je met de realiteit? Als hij wil, krijgt elk mens een kans op een nieuw leven. Het leven dat jij geleefd hebt, was in feite niet het echte leven. Het was een soort proef die je voorbereidt op het ware leven. Ja, maar ik zou dit toch allemaal niet meer herinneren? En wat als ik weer dezelfde fout maak? Je zult deze nieuwe inzichten onthouden. En heel dit gesprek zal slechts een droom of een gedachte geweest zijn. De vraag is, wil jij de kans nemen op een nieuw leven? Ja, ik zou het misschien zelf niet geloven, maar als ik echt een kans had om een gelukkig leven te leiden, dan wil ik dat echt. Tot ziens, Alex. Waar? Vraag jezelf, was die VR-bril wel echt? Of maakte ik hem iets wijs, zodat hij er zelf zou in geloven om gelukkig te kunnen worden? Iedereen kan gelukkig zijn in het leven. Je moet er wel voor werken om daar te geraken, zodat je echt vreugdevol kan zijn.